Het Pinksterweekend hier bij Opwekking is voor veel mensen een soort mini-vakantie. Even een paar dagen ertussenuit, even lekker ontspannen, genieten van de conferentie, genieten van de zon, van het lekkere weer, van met vrienden op pad zijn. Nou heb ik begrepen dat Stineke van der Graaf er ook is. Zij is van de ChristenUnie. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, is dit weekend voor haar nou ook een soort van ontspanning? Of is ze eigenlijk toch nog gewoon een beetje aan het werk, bezig met het promoten van de ChristenUnie? Dat ga ik aan de vraag. Ja, ik heb je even meegenomen naar buiten. Ja, ik vraag me af, Stineke, is dit nou voor jou eigenlijk werk of privé, vrije tijd? Oh, ik denk dat het een combinatie is van beide, maar het voelt vooral als, relaxed. Ja. Want ben je hier het hele weekend of kom je hier alleen even voor naar de ChristenUnie? Nee, ik ben hier alleen vandaag. Maar ik ben vanmorgen al gekomen om ook naar de dienst te gaan. Dus fijn samen zingen in de zon, in de open lucht. Wat wil je nog meer? Zou ik willen zeggen, net iets van de preek meegemaakt. En nu ben ik voor de ChristenUnie op de stand te vinden. Nou is het Pinksteren vandaag. Wat is Pinksteren voor jou? Ik heb Pinksteren altijd een bijzonder feest gevonden. We herdenken dan de uitstorting van de Heilige Geest. En het doet mij altijd beseffen, geloven kunnen wij niet alleen. Daar hebben we echt de geest voor nodig. Het is een gave. Mooi feest. Ik vind het een heel mooi feest, ja. Is het natuurlijk zo dat jij ook onlangs naar Den Haag bent verhuisd. Een beetje. Je woont volgens mij nog wel in Groningen, of niet? Zeker, ik woon in Groningen. En door de week ben ik in Den Haag, omdat ik lid ben van de Tweede Kamer. En dat klopt. Dat doe jij nu een ruim half jaar volgens mij. Hoe bevalt het in Den Haag? Ja, supergoed. Ik vind het echt een hele eer om het te mogen doen, een voorrecht. Het is bijzonder werk. Het staat ook wel eens in de vuurlinie eigenlijk. Het is ook niet altijd gemakkelijk. Het is ook niet altijd de mooiste wereld. Maar het is wel een wereld waarin we dingen kunnen veranderen. Ik ben echt blij dat ik het mag doen. Gisteren... heb ik bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor de gevolgen van gokverslaving. Daar zijn allerlei nieuwe plannen op dat er een nieuwe wet zou moeten komen. Wat eigenlijk leidt tot veel meer aanbod en veel meer spelers en daardoor ook tot veel meer gokverslaafden. En dan sta ik er echt voor op dat we zeggen van we moeten echt beter handhaven, illegale praktijken tegenhouden en veel meer doen aan hulpverlening en bewustwording van mensen en wijzen op de risico's. Ja. Nou zeg jij, het is niet altijd een mooie wereld. Wat bedoel je dan per se mee? Het werk achter de schermen, hoe dat gaat of? Nou, ik denk dat je de beelden van de Haagse politiek komen ook altijd niet als de meest fijne beelden naar buiten, denk ik. Ik denk dat iedereen zich wel een beetje een beeld bij kan vormen. Maar ik vind het toch echt wel mooi. We hebben een ontzettend fijn team. En we proberen ook in Den Haag herkenbaar aan het werk te zijn. Ook als christenen, ook als kinderen van God te laten zien wie je bent. En dat geeft ook een stukje... hoe zeg je dat? Ook een stukje vrijheid eigenlijk. Dat je je werk op die manier mag doen. Ja. Nou, succes in Den Haag. En nu dan eerst nog even lekker genieten van ontspannen Pinksterweekend. Ja, dat ga ik zeker doen. Ontzettend bedankt. En het is fantastisch hier. Dus ik hoop echt op een hele, hele mooie dag.